Lisa Beets heeft samen met haar vriend een vleesgroothandel, genaamd Stamvleeshoorn BV in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarnaast hebben ze een slachthuis en beginnen ze binnenkort een worstmakerij. Nou, ik ben opgegroeid in de vleeswereld door mijn vader. Mijn vader zat vroeger ook in het vlees. En ik vind alles eigenlijk mooi. Een beetje een hobby is. Het zit in mijn bloed, denk ik. De 22-jarige valt wel flink op tussen het vlees. Ja, zeker. Ja. Omdat je jong bent. Voor jongeren nu een onaantrekkelijk vak. Ze krijgt dan ook regelmatig te maken met vooroordelen. Ja, ook omdat je jong bent. Je wordt vaak niet serieus genomen. Ze denken dat je net komt kijken. Als je al 8, 9 jaar echt fulltime in het vak zit, dan weet je wel wat, hoor. Lisabeth en haar vriend houden het liefst alles in eigen beheer. Nou, ons concept is eigenlijk dat we alles in eigen beheer hebben. Dus van levende handel tot uitsnijderij, tot naar de klanten toe. Tot consument, boerderijwinkels. Voornamelijke klanten van ons zijn slagerijen. Ik heb het net al opgenoemd, boerderijwinkels, horeca, grossierderijen, alles eigenlijk. Dus alles willen we in eigen beheer hebben. Korte keten, waarbij de boer ook een mooie prijs krijgt voor zijn vlees. Want heel veel andere bedrijven halen vlees uit het buitenland vandaan, terwijl wij zelf in Nederland ook goed vlees hebben. Stamvleeshoorn BV laat ook zelf koeien opfokken. Bert Orderman regelt dat voor ons, die zorgt voor ze. Ja, hier staan diverse vleesrassen die je stamvlees zelf aankoopt. En wij verzorgen die. Sommige beesten 3 maanden, sommige beesten 4, sommige wel 6 maanden. En dan brengen wij ze in de goede conditie voor de slacht. Eigenlijk staan alle bekende vleesrassen staan hier ook. En voor iedere smaak wat wils. En de slager die de ene week hier een koe koopt en over 3 weken weer, dan heb je ook exact dezelfde kwaliteit. De beesten krijgen hetzelfde voer, dezelfde verzorging. Ja, en dat vindt een slager prettig. De toekomst heeft Beets helder voor ogen. Straks helemaal alles in eigen beheer te hebben en gewoon een goed stuk kwaliteitsvlees te leveren, waarbij iedereen in de keten eraan verdient. Dus ook de boer als de voerprijzen de pan uitreizen.